Maar Helen, we zijn er terechtgekomen, DPG, flink pand, wat gebeurt hier? En wat betekent eigenlijk DPG? DPG, ja, wat het nu betekent weet ik niet. Ik denk dat het eigenlijk nog hetzelfde betekent als voorheen. En dat is de persgroep. En de persgroep is een multimedia bedrijf. Dat wil zeggen dat er niet alleen kranten worden gedrukt, want daar hebben we het over. Maar ze hebben ook radiostations en tijdschriften, van alles eigenlijk. En er werken ongeveer 6000 mensen. Dat zijn er een hoop. Dit pand, het lijkt nog erg nieuw, maar is het ook nog nieuw? Nou ja, wat is nieuw, hè? Dat is natuurlijk betrekkelijk. Maar het is, bestaat al vanaf 1980. En wat ik begrepen heb, is dat ze met de derde generatie drukkerijmachines werken. Ja, maar ze zijn nog niet in één keer hier zo begonnen? Nee, vroeger had je overal lokale drukkerijtjes. Okay. En dat is nu allemaal één grote club geworden. Okay. Wat gaan wij hier doen? Wij gaan, we hebben een soort, we hebben bedacht bij de Omroep Drimmelen van, we gaan van artikel naar bezorging. En dat betekent dat Omroep Drimmelen al in eerder fase heeft gekeken naar hoe een artikel tot stand komt in de krant. Is toen een interview geweest met Corbien van der Lauw, die bij BN De Stem werkt. En nu kijken we naar het drukproces en het bezorgen. Dat wordt nog een aardige tippel, want het leek me een heel groot gebouw waar heel veel gebeurt. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook, ja. En, interessant natuurlijk. Absoluut. Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Jij ook? Helemaal. Oké. Okay, gaan we aan de gang? Zeker. Oké, okay, gezellig. We gaan hier dadelijk naar binnen en volgens mij verdwalen we in ons eentje. We worden opgevangen, hè? We worden zeker opgevangen. Dat is ook hard nodig. We spreken met André Fokkema. Die is directeur Printing Best. Die gaat dus over de drukkerij. En met Betty Schelle. En Betty die is verantwoordelijk voor het hele distributiegebeuren. Volgens mij komen ze er al aan. Oh ja, daar komen ze al. Ja, daar zijn ze. Ja. Gezellig. Hey, welkom. Hallo. Dag, hallo. Welkom. Hi. Dag Betty. Welkom. Hallo, dankjewel. Ja. Jullie gaan ons naar binnen begeleiden? Ja, zeker. Gaan hartstikke we doen. Fijn. Oké. Okay. Ja, André en Betty, dank jullie wel voor de uitnodiging om hier verder met jullie te praten over het drukproces, zou ik maar zeggen, en het distributieproces. André, ik ga met jou beginnen. Ik ga even twee persoonlijke vragen stellen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet dat je in Friesland bent geboren. Ja. En hoe komt een Fries in Brabant terecht? Ja, met de auto. maar dat is natuurlijk niet de verklaring. Nee, ik hou gewoon van het vak van kranten drukken. En vroeger deed ik dat in Apeldoorn. En in die regio woon ik ook nog steeds. Maar toen DPG vroeg of ik hier directeur wilde worden, ja, deed ik dat met alle graagte. En hoe lang zit je al in de business? Ja, ik zit in het grafische vak vanaf 1984 en in kranten vanaf 1997. En wat is er zo leuk aan kranten? Ja, krant. Een krant is natuurlijk is van nu. Het is het nieuws van nu en dat moet 's morgens in de bus liggen. Dus er zit een tijdsdruk op en tegelijkertijd technisch gesproken is een drukkerij een fantastisch mooi bedrijf. En die twee, die combinatie, die vind ik interessant. Het strak organiseren, want anders kom je niet op tijd. Zorgen dat die pers draait. En dat met hoogwaardige techniek. Nou, die combinatie, dat vind ik leuk. Ja. Zullen we daar eerst eens even naar kijken, Betty? Dan kom ik daarna bij jou terecht. Even in de goede procesvolgorde. Achter jou hangt het drukkerijproces. Ja. Zou je daar een toelichting op willen geven? Ja, natuurlijk. Voor ons begint het drukken begint bij het aanleveren van pagina's. En dat komt van de redactie. Die zitten niet hier, die zitten eigenlijk in het hele land. Dus die sturen via het internet een pagina als pdf uiteindelijk naar ons toe. Maar een pdf die moet je bewerken voordat je hem kunt drukken. Want wij drukken met vier kleuren in plaats van in full color. Dus wij splitsen die pdf in vier kleuren. Maken daar drukplaten van. Die leggen we uiteindelijk op de pers. En, hier zijn we in de plaatmakerij. Waar we twee belichters hebben. Dat zijn laserbelichters. Belichten we de platen. Die dus allemaal, op elke plaat staan er twee pagina's van de krant. En elke plaat staat voor één kleur. En dat betekent dat we hier vastleggen welk deel van de krant bedrukt moet worden en welk deel niet bedrukt moet worden. Wat is het principe daarachter?
Het principe van een plaat is eigenlijk dat de grijze delen van de plaat, dat die vocht vasthouden. En de blauwe delen, die houden geen vocht vast. Als je daar een vochtfilm op legt. En dat betekent dat als we die daarna met inkt in contact brengen, dan is op de plekken waar hij vocht voert, dat stoot de inkt af, want de inkt is een beetje vettig. En op de niet vochtvoerende delen, daar trekt hij de inkt aan. Dus dat betekent dat daarmee de inkt op de plaat komt. En dat kunnen we weer overbrengen op een rubberdoek. Maar dat heb je dus 4 keer nodig? Dat hebben we 4 keer nodig, want we drukken dat voor cyaan, de blauwe kleur in de krant. Voor magenta, de rode kleur. En voor de gele kleur en een zwarte kleur. En zo maken we een 4 kleuren plaatje. Waar elke krant uit is opgebouwd. Maar wordt die dan tegelijk op de krant gedrukt of gaat het ook weer een aparte drukgang? Dat gaat in 1 drukgang, maar die papierbaan die we beneden de pers in hebben zien gaan, die gaat eigenlijk door 4 drukwerken heen, waarbij aan 2 kanten tegelijk het papier bedrukt wordt. Eerst met cyaan, 30 centimeter erboven met magenta, 2 meter daarboven met yellow. En zwart. Dus ze komen allemaal onze beurt aan de beurt. En uiteindelijk is dat het resultaat is uit 4 kleuren opgebouwd. Een gedrukte papierbaan. Ja, in 4 kleuren. Aan 2 kanten. Goed, hebben we hier alles gezien of zeg je er is nog meer van te vertellen? Ik denk dat we hier alles gezien hebben. Wat interessant is de buigmachine. De buiger, zoals we dat noemen. Want die hoekt de platen, zodat ze opgespannen kunnen worden op de pers. En dat gaat allemaal automatisch ook weer? Dat gebeurt allemaal automatisch. Er wordt gekeken hoe precies die plaat gepositioneerd is. En zodat de kleuren ook precies op de goede plek op de pers komen. Terwijl je nu, als die eruit komt, toch niets aan ziet? Nee. Nou, je ziet dat hij gebogen is. Hij is iets gebogen, ja. En dat is net voldoende. En dat is genoeg, ja. En daarna gaat hij... Ja, maar daarna gaat hij naartoe. Hij verdwijnt daar en dan gaan we direct nog even kijken? Dan gaan we even kijken. Oké, zijn we weer. Nou, op dit moment zien we de uitloop van de platen. Die zijn allemaal gebogen, zijn die uit de plaatmakerij gekomen. En die worden hier gesorteerd zodanig dat de platen in de goede volgorde in de sortering terechtkomen. Zodat een drukker ze gelijk kan pakken en op de pers kan spannen. Gaat dat niet automatisch? Nee, op de persspannen van de platen, die moeten we daar handmatig nog naartoe brengen. Okay. André, het wordt spannend. Nou, we komen dichter bij het drukken. De platen moeten opgespannen worden op de pers. Dus de operator gaat uit de sortering het setje platen pakken die hij op dit drukwerk moet opspannen. Hoe weet hij dat? Ja, dat kan u lezen op de buigrand van de plaat. Staat dat allemaal precies welke plaat waar moet komen. En hij heeft zijn platen al voorbereid door ze bij het drukwerk te zetten. En dan hangt hij de platen aan 1 kant erin. En dat is het mooie van deze pers. We kunnen zeg maar een zogenaamde halfautomaat. Dus hij kan eigenlijk heel snel... Kan hij de platen op de pers leggen, alle 4 naast elkaar. En dan dat intrekken. En op het moment dat ze erin zijn? Dan spant hij het laatste deel spant hij helemaal zelf op die cilinder. Zodat dat goed ligt. Dus voor de ene kant en de andere kant dus? Ja, dit zijn 2 kleuren. De bovenste is de magenta. En deze onderste, die hij nu doet, dat is de cyaankleur. Ontbreken er dus nog 2? Dan, ja, maar die zetten een drukwerk hierboven. Okay. Dus dat kan, dat doet een andere operator. Ja. Hij drukt het nog even goed aan, dat het allemaal stevig zit. En dan is dat in wezen klaar om te drukken. In full color. Dus wij splitsen die PDF in 4 kleuren. Maken daar drukplaten van. Die leggen we uiteindelijk op de pers. En dan gaan we drukken. Dus dat betekent dat er papier in de pers moet worden aangeleverd. En dan drukken wij met een hoge snelheid uiteindelijk de kranten die er in de oplage gevraagd worden. En dat zijn geen kleine velletjes, hè? Dat zijn enorme rollen. Ja, een rol. Zeg maar dat een gewone krant is ongeveer 48 pagina's door de week.
Dat zijn drie papierbanen van 1,68 meter breed, opgerold in grote rollen. En die rollen die wegen ongeveer 1500 kilo. En dat gaat dan in 20 minuten door de pers heen. Activiteit, wat gaat er gebeuren in deze totaal voor de rest lege hal? Om te drukken is natuurlijk papier nodig. Dus de pers die weet op basis van de order die gepland is, welke papierrol hij nodig heeft. En dan haalt de robot die uit het magazijn. En hij weet ook waar hij hem naartoe moet brengen. En hij weet ook waar in de drukkerij deze rol uiteindelijk in de pers moet komen. Ziet daar bovenop de robot, daar zit een radartje. Ja. En die vindt eigenlijk door continu te meten zijn oriëntatie. Dus die weet altijd precies waar hij is. Nou, hij gaat, nu gaat hij de pers in, of de rollenwisselaar in. Nou, kijken wat er gebeurt. Mogen we naartoe lopen? We mogen er naartoe lopen, tot de gele lijn. Okay. Dus de rol gaat nu zo ver dat hij zeg maar gecentreerd zit, zodat hij naar binnen gereden kan worden. En dan, je ziet de koker, die is hol. En daar gaat die machine zijn konus in stoppen, zodat hij de rol kan oppakken en kan draaien. En dan kan hij hem optillen. 1500 kilo, hè? 1500 kilo. Nu is hij eigenlijk klaar voor gebruik. Nu draait deze rollenwisselaar niet. Want daar dan moet er een product in zitten. Maar dan... Zodra hij een opdracht krijgt, kan hij deze... Kan hij gaan drukken. Ja, dan moeten we de papierbaan invoeren. Dat betekent dat hij eigenlijk door de hele pers getrokken wordt. Door de drukwerken en dan door naar het vouwapparaat. We zullen dat straks boven nog zien. Als dat gebeurd is, dan kan in wezen er gedrukt worden. Maar nu heeft hij gewoon geen opdracht gekregen om te drukken? Nee, we hebben nu... Nee, op dit moment nog niet. Nou, ik vond dit toch heel interessant om te zien. 1500 kilo zo eventjes op zijn plek? Ja. We gaan zo zien dat... Want de oude rol is bijna op. En dan zien we straks dat de nieuwe rol, dat die op snelheid gebracht gaat worden. Dat was ook een plak. Het waren platen. Dus we gaan dat zo zien, dat hij gaat plakken. Dus even wachten op dat moment. Het is wel een spannend moment eigenlijk altijd. Of is het zo routinematig dat het kan niet fout? Wij doen dat natuurlijk heel vaak. Ja. Het gaat heel vaak goed. Want we hebben zeg maar, de hoeveelheid plakken die mislukken, zijn 1 of 2 in de week. Maar is dan zo'n rol nog wel te gebruiken als die plakrand eraf is? Ja, maar dan maken we er een nieuwe punt aan, voeren we hem opnieuw in door de pers en dan gaan we hem alsnog gebruiken. Oké, dus hij kan ook zonder plakrol kan die werken? Ja, nee. Plakrand? Ja, dan brengen we er een punt in die helemaal door de pers gevoerd wordt. Maar nu zien we dat hij gaat kantelen, dan gaat hij zo op snelheid gebracht worden. En brengt hem dichter bij de oude papierbaan. En die plakrand is ook in stelling gebracht? Ja, hij weet in ieder geval hoe dat zit en waar hij ongeveer zit. Maar het lijkt of ze allemaal op dezelfde plaats zitten. Dat is ook zo. Dat is onderdeel van het proces. Nu gaat hij hem zo op snelheid brengen. Ja, dat begint. En het begint en dat gaat natuurlijk langzaam omdat het zoveel gewicht is. Hij moet hem even precies op dezelfde baankant afstand brengen. Dat heeft hij nu gedaan. Is het daar straks een krant met een soort plakrand? Het is maar in die plakrand zit ook een beetje metaal. En we detecteren welke kranten dat hebben en die worden eruit gegooid. Nou, dan gaat hij hem zo. Nu gaat hij hem op snelheid brengen.
We krijgen straks een harde tik. En dat is het kappen van de oude rol. Dus het proces wordt geen seconde verstoord? Nee, het proces gaat continu door. Ook met die last die er nu in zit? Ook met die last, ja. Dus bijna zover, denk ik. En nu is de nieuwe papierrol die afrolt. De oude rol heeft natuurlijk wat los end, dus dat wordt opgerold. En die laat hij dadelijk vallen en die kun je eruit halen? Nee, die gebeurt ook automatisch. Dus die kantelt nu door, zodat dat losse deel aan deze kant komt. En dan komt er zo een arm, die pakt dat deel uit de rollenwisselaar en gooit hem in die bak die op het end staat. Waar komen deze machines vandaan? Is dat een Nederlands product? Nee, dit is een Zwitserse machine. Zwitserse precisie. Ja, dat heb je er wel voor nodig, denk ik. Ja, ja. Je ziet veel persen die uit Duitsland komen, maar deze komt uit Zwitserland. Ja, de Heidelberg kwam vroeger ook uit Duitsland, hè? Ja, was een leuk ding. Heb je daar nog mee gewerkt? Nee, de krantenpersen, dat zijn KBA, ja. König & Bauer, dat is MAN. En dit is een Wifag pers. MAN, is dat ook die diesel waard maakte? Ja. Ja. Ja, nu pakt hij de oude rol eruit. Ja. De konen zijn weer uit de koker. Dan hangt hij vrij in de draagarm. En dan kan hij die in de bak gooien. En die bak is weer zo gemaakt dat de robot die bak op kan pakken en hem naar het afval brengen. Klaar voor de volgende rol. Nou.